Hallo beste kijkbuisvrienden en vriendinnetjes. Wat ik vandaag heb gemaakt, of eigenlijk dit hele weekend. Ik heb dus een achterlicht van mijn fiets. En er gaan batterijen in. En dat vind ik gewoon stom. Want ik heb een hele mooie NAV-dynamo. En die doet het. En die geeft gewoon licht en zo. Kijk, kan het lampje aanzetten, zie. Nou, prachtig. Maar dan gaat vervolgens het achterlicht weer gewoon op batterijen. En dan van die weggooibatterijen die je erin moet doen. Dus dat vind ik stom. Maar ja, eerst denk ik van nou, dat worden sowieso oplaadbare batterijen. Maar dan wil ik ook dat ik al rijdend mijn batterijen oplaad. En dan zijn we eigenlijk gewoon weer terug zoals het gewoon 20 jaar geleden was. Toen alles nog gewoon op de dynamo ging. Maar goed, dus wat moet je daarvoor doen? Nou, ik heb bedacht, ik maak een slimme batterijoplader. Daar heb ik echt lang over nagedacht. In het begin dacht ik echt ingewikkeld te doen met van iets wat in de gaten houdt dat de batterij opgeladen is en weer leeg en dat die opgeladen moet worden en zo. Maar na een beetje onderzoek, dat hoeft allemaal helemaal niet. Je kan dus een batterij heel veilig langzaam opladen zonder dat je gevaar loopt. Door er gewoon een heel klein beetje stroom in te stoppen. En dan precies net zoveel als je nodig hebt. Dus dat heb ik gemaakt. Kijk, ik heb een soort, hier zo is het schema. Dit is een soort, hier is de NAV-dynamo. En dit is eigenlijk een soort enkelzijdige gelijkrichter. Dit is DC. En daaromheen draait de spanning AC. En hier heb je de diode, die dus eigenlijk gewoon alleen stroom erin gooit en er nooit uithaalt. Dan heb ik hier zo achter die diode heb ik een slim ding gemaakt, een soort stroombegrenzer, zodat er kleine dotjes stroom ingaan. Daarmee kan je batterij opladen. En in het begin dacht ik, oh ja, en dan heb je nog zoiets. Dat achterlicht, dat is ook nog een gevoelig schakelingetje. Dus ik heb het zo gedaan, dat is ook waarom die stroombegrenzer nodig was. In het begin had ik een heel ingewikkeld buckconvertertje erachter en zo. Maar uiteindelijk hoeft het allemaal helemaal niet, want dat laden dat gaat gewoon eigenlijk heel elegant op deze manier, zeg maar. Dus nou, schemaatje. Dit is hetzelfde schemaatje, maar dan op een breadboard. Kijk, hier zo zijn de oplaadbare batterijen. Ik heb ze in een doosje gedaan. Zie. En die gaan hierin. Nou, dat kan je dan gelijk aansluiten op die fietslamp. Kijk, dat geeft licht. Hoop ik. Zie. Dus ja. Maar ja, we moeten gewoon dat gaan laden. Kijk, dit lampje laat zien dat er stroom, zeg maar, de ding in gaat. En dat gaan we eens even demonstreren. Ik geef even een goede slinger naar mijn fietswiel. Kijk, dan zie je dat er van die enkelzijdig gelijkgerichte pulsjes de batterijen lopen. En kijk, en nu draait het wiel nog steeds. Een beetje. Maar niet genoeg om boven de batterij zelf uit te komen. Dus laat hij niet. Nou, handig. Leuk, leuk, leuk. Nou, dan heb ik hier zo heb ik nog als toegift deze gele proop hier. Dat is wat er binnenkomt in die schakeling. Dat is wat er hier zo boven binnenkomt. We hebben een flinke slinger. Oei, 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 oei. Kijk. Kijk, je zag me daar zo die slingers geven. En hier zie je hele kleine trickle charges op die batterij. Zie je, je merkt het nauwelijks. Maar er loopt stroom in. En ik kan het misschien wat beter laten zien door gewoon voor het ledje te kijken. Dan kan je echt zien, dus ik heb hem nu even verplaatst. Nog even een slinger. Kijk, nu kan je aan het blauwe lijntje zien dat keurig die stroom mooie constante pulsjes zijn van een vaste hoogte. Zodat je niet de batterij in het achterlicht verknalt als fietsende. Handig, hè? Ja, dat is heel grappig. En ik zie dus ook dat je die pulsjes heel goed kan tellen. En dan kunnen we natuurlijk kilometers bijhouden, maar dat doen we later. Olé. Dat was hem.